Aan tafel Glennis Grace, finalist in America's Got Talent. En dat was overal groot nieuws. Good evening. What's your name? My name is Glennis Grace. Are you nervous? To sing for you guys and for you. The room is yours. Run away. You look amazing. You sound amazing. I feel like I'm looking at a star already. Glennis Grace is door naar de kwartfinale. Ik was nog niet van plan om naar huis te gaan. Glennis Grace, die Amerika veroverd, heeft zich geplaatst voor de halve finale. Something good will come out of this for sure. Make it go. It's literally all Mel and Heidi had to say. Champagne kan open voor Glennis Grace. Ze heeft zich geplaatst voor de finale van America's Got Talent. Ze gaat binnen. Ik denk het ook. Als je die jury iedere keer opstaat voor haar. Glennis Grace heeft de finale van America's Got Talent niet gewonnen. Je zegt, ik zie het voor het eerst. Je zat in het journaal. De minister-president heeft zich erover uitgegaan. Het was een zaak van nationaal belang. We belden elkaar, weet jij al wat. Ja. Uiteindelijk word je... Wie vond het nou wel? Een degenslikker of zoiets? Een goochelaar. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, is Amerika, dat is natuurlijk een klein beetje veroverd, voetje voor voetje, maar toen een reuzenstap. Ja. Is het, en de ambitie was, je bent er altijd eerlijk over geweest, ik wil dat land hebben, ik wil daar gewoon optreden en misschien ga ik er, weet ik veel. Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Ik ga in november terug en dan ga ik iedereen ontmoeten wie mij wil ontmoeten, om met mij samen te werken. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig ook. Er zijn heel veel mensen, dus ja, ik ga daar een week naartoe. Heel veel mensen die wat? Die iets van me willen. Ja, die iets van je willen. Er zijn heel veel mensen. Zijn er ook mensen die liedjes voor je willen schrijven? Ja, zijn er mensen die grote zalen hebben waarin ze willen dat je op gaat treden? Ook, platenmaatschappijen. Laten we eens bij die liedjes beginnen. Wie gaan er liedjes voor je schrijven? Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, goed materiaal. Absoluut. Dat is sowieso een vereiste. Mm-hmm. Helemaal nu. Want je hebt iets neergezet. Dus mensen verwachten ook dat je met iets komt. Ik zelf ook. Want dat is ook weer voor mij altijd een droom geweest. Om mijn eigen materiaal, gewoon goed materiaal, gewoon te laten horen. Ja. Ja. Is haast geboden? Ik vind van niet. Want tuurlijk, weet je... Dit is het momentum. Het is absoluut het moment. Je hebt jezelf laten zien in Amerika. En mensen weten nu een beetje wie je bent daar. Maar ik zeg altijd, hardlopen zijn doodlopen. Dus straks als ik terug ga, dan moet ik heel bewust keuzes maken. Ook in de liedjes die ik ga doen. Of gesprekken die ik heb met mensen daar. Dus ik bekijk het altijd heel rustig aan. Zo ben ik altijd geweest. Waarschijnlijk heeft het daarom ook zo lang geduurd. Nee, maar stap voor stap. Maar zou het kunnen zijn dat jij... want er zijn heel veel hele grote zangers en zangeressen. Neem Frank Sinatra, Elvis. Die hebben nog nooit een liedje zelf geschreven. Ja. Die hebben liedjes uit de songboek. Die gewoon voor anderen, voor musicals, weet ik. Dat hebben ze zich toegeëigend. Ja. Zelf een interpretatie van gemaakt. En een wereldster geworden. Ja. Dat is heel makkelijk. Ja, en dat is nog moeilijk genoeg. Dan moet je heel absoluut. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik heb zelf echt wel de ambitie om, om zelf ook mijn eigen ding te gaan doen. Om te schrijven. Ik weet dat het in me zit. Mm. Ik ga sowieso met Jungkook wat doen. Dat moet. Want deze jongen is fantastisch. Ja, dat vinden wij ook. Ja. Zowel hier als in Amerika wil ik dat zou het zeker lied, gaan doen. Toen het allemaal zo speelde, verdiepte ik me ook wel eens in je. En toen dacht ik, waarom is dat lied Afscheid? Want jouw grote hit is als je in Nederland optreedt. Daar zitten mensen op te wachten. En dan wachten ze in dat nummer weer op dat ene moment. Ja. En dat is ook altijd fantastisch. Daarin stel je ook nooit teleur. Moet je dat niet gewoon in het Engels vertalen? Is dat niet gewoon je eerste Amerikaanse hit? Ik heb er al voor na zitten denken. Ik denk het maar... ook. Ik laat het even horen. Je kan het ook zo vertalen. Het is zo, nee. Ja. No. Ja. Nee, ik vind dat je vanavond... je hebt vanavond goede adviezen, ook voor Paul. Ja, ik heb... Sander wordt heel blij. Love you so. Ja, dan nu. Nee, nu. Ha, jongens, door. Ja, no. Ja.
No, 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 you don't have to go. Ja. Ja. Ja, I love you so. Ja. Hoe simpel kan het zijn? Ik zou zeggen, schrijf het. Nee, ja, absoluut. Ik heb daar echt wel over nagedacht. En niet al veel langer, langer geleden. Hmm. Maar ik wacht gewoon nu wat mijn nog anders toekomt. Oké. Geduld. Ja. Dit heb je altijd achter de hand. Ja, altijd sowieso. Nog afscheid achter de hand. Wij hebben ontzettend veel lol gehad in Nederland om Arjen Lubach. Jij had daar het imago, ik weet niet of je dat is aangepraat of dat je daar zelf een beetje bij geholpen hebt, van ik ben alleenstaande moeder, dat is feitelijk juist. In Nederland, ja, ik heb wel een beetje succes. Ik weet niet hoe het ging. In ieder geval... Ja, ze zagen een flatje met een alleenstaande moeder, inderdaad. Met een zag wasman. Ik ook, ja. Ja. Heb je Lubach gezien? Ik heb hem gesproken, hij heeft me een berichtje gestuurd, want hij was zelf ook echt onder de indruk van hoe men reageerde op zijn bericht, op het programma. Kon je erom lachen? Ja, heel erg. Ik vond het heel grappig. Ja, het was ook echt heel grappig. Hij liet even zien dat je wel wat voorstelt. Dat even op z'n Lubach. Als je het verhaal van Glennis goed op een rijtje zet, dan is het natuurlijk ook hard en hartverscheurend. She enrolled in the most popular TV show, Henny Houseman's Sound Mix Show. Millions of viewers saw her winning this contest. And there was nothing she could do. Years of agony followed. The hit single, Als Je Slaapt, 3 sold-out concerts at the Ziggo Dome in Amsterdam, and a number one single. Just when it seemed things couldn't get any worse, she gave birth to a healthy son. He changed my life forever. The son is perfectly healthy. Say the story about you and your son. There's nothing wrong with the son. Hey, Tony. Hi, Mom. But Glennis kept believing in herself. To make ends meet, she worked long hours, selling out concert halls and theaters every day. Life was tough. And then, suddenly, the tables turned. What's your name? My name is Glennis Grace. Glennis Grace, the singing miracle against all odds. Ja, grappig. Geweldig. Ja, ja, ik moest heel hard om lachen. Je hebt in Nederland alweer opgetreden in de AFAS met Whitney Houston. Ja, klopt. Komt die in je neus al uit? Of is dat... Nee. Nee? Nou ja, goed, ik dacht bij mezelf en ik ga dit 1 keer doen en daarna niet meer. Maar Whitney leeft gewoon echt zo erg nog bij het publiek. En, hier en in Amerika, volgens mij. Ja, overal ter wereld. Mm-hmm. Whitney was een icoon, een heldin voor mij sowieso. Dus... Ik ga... Wat? Een roffel? Ga je iets zeggen? Ja? Van belang? Ja. Roffel! Volgend jaar ga ik de Ahoy hopelijk vullen met dezelfde Whitney tribute. Oké. Dus nog een droom voor mij. Ik ben heel blij. 6 september. Ja. We mochten... daarna stel ik je de vraag of blijven hangen aan Whitney misschien wel de ticket to succes is in Amerika of niet. Maar eerst even een klein stukje van de AFAS. Dan zingen we... we zien een heel klein stukje van... Laat maar zien. Is dit ook niet gewoon Las Vegas? Is dit niet gewoon een show die een jaar staat in een groot hotel? Nou, wat ik wel kan zeggen is dat er wel heel veel aanbiedingen komen vanuit Amerika om dit of hiermee te gaan toeren. Ja? Of inderdaad Las Vegas. Wat denk je? Soms moet je gewoon luisteren naar je publiek, toch? Dus? Ja, denk het wel. Wat? Dat je dat gaat doen. Ja, beide. Ja. Hopelijk eindigen we dan in Las Vegas ergens. We zijn je kwijt. Nog niet. Nog niet? Dan kom je terug. Oké. Fijn dat je er was. Dank jullie wel. En bedankt voor alle support. Echt waar. Okay. Echt super.